Christophe, speciale match voor u hier op Dunder natuurlijk. Ik denk voor iedereen hè, die iets of wat te maken heeft met Aalst, is zeker speciaal. Nee. Heb je nog gespeeld zeker? Ik heb hier 2 jaar gespeeld, maar dat is ondertussen al lang geleden. Hè. Hoe lang? 8 jaar. Oh, ja. Dat is ja, wie in de noosje. Dat zal wel zijn. Okay. Altijd. Succes, hè, jongen. Zien jullie te aan, man? Die chauffeur, hè. Ik heb meer zin als ik heb. Het is best, want hij ziet er niet goed uit. Succes, man. Jongen. Peter, een speciaal matchje voor je jongen hier? Ja, speciaal. Maar zoals Sander natuurlijk. Hè. Speciaal zeker voor de supporters en zo allemaal. Maar ja, oké. Okay, ja. Het is altijd plezant als je terug hier na 3 jaar weer al match te spelen. Dus ja, maar oké. Okay, deze een match van 34. Dus ja. Het is iets speciaals, maar ja, het is gewoon een. We zijn voorbereid zoals voor alle andere matchen, dus dat zal geen probleem zijn. We proberen te winnen. Ja, altijd, we gaan altijd voor te winnen. Oké, okay, succes. Ja, merci. Gunther, spijtig gekwetst jong tegen die ex-ploeg. Ja, een kwetsuur komt nooit niet op het goede moment natuurlijk, maar dit is wel natuurlijk heel spijtig. Het is een match die heel graag zou spelen natuurlijk. Hè. Ook mooie tijden gehad in Aalst, 3 jaar gespeeld. Ik denk dat ik er ook nog veel mensen ken en zo, dus waaronder Fantje. Ja. Dus ja, is sowieso spijtig. Hè. Mooie derby natuurlijk. En dan... Maar ja, dat gebeurt hè. Kwetsuren af en toe, spijtig genoeg nu juist. Hoeveel jaar zit je bij ons al weg? Weg? 10 jaar, denk ik zoiets. Ik denk net tien jaar, klopt. Want in 2001 ben ik naar Cyprus vertrokken. Dus het is 2011. Voilà, 10 jaar geleden ze. Oké. Oké, Nijk bedankt en succes. Wat heb je stemmen winnen? Voilà, een mooie match. En dat kamp niet indracht. We waren al misschien dan jullie. De best. Ik kan niet anders zeggen. Ik hoop dat we winnen, maar ik wil gewoon mooie voetbal en sporters gaan amuseren. Het is altijd mooi als twee sporters klants tegen elkaar wat roepen en zich amuseren. Dat maakt het ook mooi aan het voetbal. Dus voor mij, mooie voetbal en dan zien we wel wat er gebeurt. Oké, dankjewel. Yeah.
omhoog te brengen. Oh,
Thank you.
van FC Denver organiseert haar tweede kerstmarkt op vrijdag 16 december, dus volgende vrijdag 16 stadion. Dus de tweede kerstmarkt van de oude raad van FC Denver volgende vrijdag 16 december hier in het Van Roy Stadion. Aanvang om 19 uur, lekker hapjes en drankjes zijn verzekerd en de kerstman die komt langs tussen 8:30 en 11:30. En dat even aan herinneren dat er een sleutelbos gevonden werd in tribune E2. De eigenaar van dat die sleutelbos teruggekomen in... Yeah.
Axel bij FC Limburg, nummer 15. Jonas Bronschaert wordt vervangen met nummer 14. Laurens van der Heren. Thank you.
Hessel bij Eendracht, Elster, nummer 13, Daniel Gallucci wordt vervangen door het nummer 6, Marco Larsen.
sjaal, ja. Vrijdag mogen we een andere sjaal doen. Ja. En dat is wel een antieke, dat, hè?